Dijk, hoofdredacteur digitaal bij de VPRO. Wat doet een hoofdredacteur digitaal? Ben je echt een hoofdredacteur? Ja, nu zit de redactionele verantwoordelijkheid van heel veel platforms zoals 3 voor 12 en Cinema, die ligt bij mij. Dus ik ga zowel over de innovatiekant van media, dus wat we vroeger noemden websites bouwen, maar dat is al lang wat breder en groter. Tot en met hoe die platforms worden ingevuld. Ja, dus hoofdredacteur. Hoeveel mensen werken bij VPRO Digitaal? Hoe groot is de club die jij aanstuurt? Nou, de innovatieafdeling is ongeveer 25 mensen. Dus dat is een stevige club. Als je wat mensen erbij rekent die wat in en uit vliegen, maar ongeveer 25 mensen. En ik denk dat de redacteuren die op die platforms zitten, die op het budget van Digitaal vallen, ook nog eens zo'n beetje 25 mensen zijn. Oh, dat is een hele grote En dat club, laat inderdaad. Onverleid dat ook nog heel veel programmamakers en redacteuren gewoon nog hun materiaal uploaden en eigenlijk werk je constant aan online. Ja, is VPRO natuurlijk al heel vroeg begonnen om te pionieren met digitale media. Ja. Jullie waren volgens mij in Omroepland in ieder geval de eerste die allerlei dingen zijn gaan uitproberen. Inmiddels heb je natuurlijk omroepen die niet met een kleine voorhoede van alles proberen, maar die gewoon meteen eens kijken wat ze met 1 miljoen kijkers op allerlei platforms kunnen doen. Hoe zien jullie dat nu? Zijn jullie nog steeds helemaal vooroplopend? Ik vind van wel. Wat is het mooiste, beste project wat net geweest is en wat eraan komt? Nou, er komen er twee aan. En één daarvan is woord.nl. Dat is een nieuwe manier om met audio om te gaan. Een soort van uitzending gemist voor audio. Okay. Die hebben wij gebouwd. Woord.nl. Woord. Okay, ja, woord. Woord. Ja. En die hebben wij gebouwd voor de publieke omroep. Okay. Wij hebben net vpro.nl gelanceerd. Dat is eigenlijk een nieuwe manier om met omroepportals om te gaan. En daar komt ook een. Ja, zeker. Nou, we hebben het in alle stilte gedaan nog. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, zeker. Dat is meestal toch wel mee. Ja. Nee, we hebben nog niet. Wat is het grote verschil? Wat gebeurt er op vpro.nl wat nieuw is? Nou, waar we in ieder geval willen zitten is dat we steeds vaker gaan cureren. Dat we steeds vaker materiaal van anderen in de omroepportals trekken. En eigenlijk een bredere aanpak willen naar ons publiek toe. Hè? Dus we zijn eigenlijk gewend om vpro.nl of vara.nl of waar dan ook. Eigenlijk ons eigen materiaal beschikbaar te stellen en te zeggen, dit maken wij. Ik vind dat eigenlijk naar het publiek toe een te magere oplossing. En wij gaan nu langzamerhand steeds vaker naar, dit vinden wij, dit hebben wij voor jullie gevonden en gemaakt. Kijk hier naar. Als kan publieke net zo goed omroep in plaats van als... Als VPRO of als wat dan ook. En daar komt ook een playlist player, die zijn we op dit moment aan het bouwen. Dat is een soort YouTube-achtige playlist player. Wat is dat toch, dat al die omroepen hun eigen YouTube-naam willen bouwen? Waarom niet alles gewoon op YouTube? We zitten ook op YouTube en daar gaan we ook op voortschakelen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we verder kunnen gaan als het om playlisten gaat. En daar gaan een playlist player, dat is een videoplayer met als speciale eigenschap? Dat hij materiaal uit het on-demand domein achter elkaar legt. Dat is op zich nog niet zo schokkend, dat doet YouTube al jaren. Maar binnen de publieke omroep hebben we zoiets ook niet. En willen we daar wat nadrukkelijker gebruik van maken. En zeker de VPRO. Je kunt daar natuurlijk ook mini-zendertjes mee maken. Maar kan iedereen dan playlists maken? Of kunnen jullie alleen? Oh, het publiek kan ook playlists maken? Ja, dus we gaan naar een aanpak toe waarin iedereen video kan toevoegen. En kan je ook playlists maken met fragmentjes uit programma? Van dat programma seconde 12 tot 15 en dan... Ja, dus we gaan, dat is wel interessant, in feite naar een aanpak toe die dat kan. Ik zeg niet dat de allereerste versie van de playlist player dat gaat bevatten. Maar er zitten zeker allerlei dat soort ideeën liggen op de plank. En wat daar aan vastgekoppeld gaat worden is een manier om met afstandsbediening om te gaan. Dus die playlisten kunnen ook manieren worden om thuis met je mobieltje naar de televisie je playlist aan te zetten en op stop en pauze te zetten. Dus we gaan gewoon via je eigen mobiel kan je eigen playlist af laten spelen op televisie? Bijvoorbeeld, ja. Dus wij kijken echt en wel... En dan alleen van het materiaal van de publieke omroep of van alles? Eerst in instantie nog van de publieke omroep, maar we staan wel een brede aanpak voor. Dus wij bouwen zodanig dat we op den duur ook al het materiaal van anderen kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk wel allerlei kabelaars die ook met dat soort projecten bezig zijn. Ja. Tenminste, die proberen ook via je tablet of eigenlijk... Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Is dat gewoon concurrentiestrijd? Wie dat stuk gaat pakken? Of... Nou ja, kijk, ik geloof heel sterk in curatie. Ik geloof heel sterk dat curatie een belangrijk sleutelbegrip wordt voor de publieke omroep. En curatie in de zin van... laat ik het anders formuleren. We kiezen op de lineaire kanalen, kiezen we. Hè? En dan schoten we dingen aan mensen voor. Dat doen we eigenlijk in het on-demand domein doen we dat eigenlijk nog nauwelijks. Hè? Dus we zetten een bak met materiaal klaar en dat is het. En we zeggen zoek het uit en er zit vast mooi spul in. En juist in die tussenruimte, daar zitten de interessante dingen voor de publieke omroep. Dus dat je echt met smaak of met een gezicht of vanuit een merk of vanuit een kundige redactie
het beste uit selecteren uit wat er online te vinden is. En natuurlijk met name binnen het publieke omroep, maar ook daarbuiten. En ja, dat heeft zijn weerslag op hoe je met playlist players omgaat. En met, je moet je bijvoorbeeld kunnen branden. Je kent net zo goed de playlist van Giel Beelen als de playlist van de VPRO, als de playlist van Nederland 2. Maar eigenlijk ga je een soort alternatieve zenders, hè, toch? Ja, ja, waarin mensen hun eigen materiaal kunnen toevoegen en verwijderen. En eigenlijk ga je van 3 zenders naar 3 miljoen zenders. Ja. Oké, en wanneer wordt die gelanceerd? Nou, we kijken, de eerste proefjes zullen er in september zijn. Oh, mooi. Als het aan ons ligt, dan schakelen we de maanden daarna gewoon naar versie 2, 3 tot en met 27. Oké, maar dit is echt een project waarbij je probeert te innoveren op bestaande mogelijkheden. Ja. Je zei dat is een ander heel groot project. Oh, dat is woord.nl? Ja, woord.nl is een project. Er komt natuurlijk in Nederland van boven aan, waar we weer wat verder gaan met het delen van materiaal. Er komt een nieuwe Nederland van boven? Jazeker. Okay. Daar, ja. Okay. Ja, ja. Want dat is gigantisch succes geworden. Is dat nou ook door andere landen gekopieerd? Of, het was natuurlijk al een kopie van toen het begon. Het was geïnspireerd op Britain from Above. Ja. Jullie hebben er heel veel aan toegevoegd. Dus, ja, we hebben met name heel veel datavisualisaties en datajournalistiek online ook aan toegevoegd. Ja. Met interactieve kaarten. Dus we hebben het concept nog eens verder doorgetrokken, zou je kunnen zeggen. En later is het ook in Duitsland en in de Verenigde Staten. En hebben ze daar ook jullie manier van datavisualisatie mee opgepakt? Wat minder. In ieder geval online hebben ze dat wat minder gedaan. Ja. En ik denk wel dat ze naar ons gekeken hebben van hoe we dat doen. Maar misschien het ook wat te bewerkelijk vonden. Dat is wel veel. En dat, het was heel veel. Dus dat kan ik ze geen niet kwalijk nemen. Okay. Nee. Als je nou kijkt naar, je zegt van die curatie wordt heel belangrijk. Ja. Daar hoort eigenlijk meteen bij dat on-demand heel belangrijk wordt. Want je gaat op je eigen moment naar alles kijken. Ja, nou kijk, als je in het tussendomein tussen live en on-demand gaat zitten. Dan de vraag is of mijn zoontje, die nu gisteren 5 is geworden, of die over 10 jaar het verschil nog weet tussen live en on-demand. He, dus ja, je krijgt allerlei hybride vormen. Al niet meer. Precies, dus die discussie tussen blijft live belangrijk of is on-demand daarbij belangrijk, vind ik altijd een beetje een non-discussie. Wat denk je van Netflix en dat die naar Nederland komt? Denk je dat daar gigantisch veel mensen op die on-demand kan gaan? Dat is natuurlijk altijd eerst een voorhoede. Maar ik denk dat op den duur dat soort diensten heel veel gaan betekenen voor het Nederlands medialandschap. Ja. Dat denk ik wel. Want wat zijn de grote ontwikkelingen waarvan je denkt van dat gaat de komende jaren echt het verschil maken? En dan hebben we het niet over de omroep en de fusies, maar meer over de grote technische ontwikkelingen, de andere media, gedrag van mensen. Welke kant gaat het op? Nou, waar ik mij persoonlijk nog het meest aan erger, en dat is iets wat we moeten oplossen, is natuurlijk de stand der verbindingen. Hè? Het feit dat je in de trein nog niet eens goede televisie kan kijken. Schandalig! Ja, dat is echt vreselijk. Maar als dat daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Heel, dus als dat op een gegeven moment een slag krijgt, dan gaat dat natuurlijk heel veel betekenen. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom kranten veel eerder last hebben gehad tussen haakjes van online. Omdat letters kun je nu eenmaal makkelijker transporteren over internet. Ja. En nu komen we pas in de fase dat we op een redelijk grote schaal AV kunnen distribueren naar mensen die in de trein zitten of waar dan ook. Ja. Dus eigenlijk komen nu de spannende jaren voor televisie pas en voor radio. En ik denk dat is natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Gewoon nog steeds breedband. Een tweede is, geloof ik, heel sterk in playlist-achtige settings nog steeds. Ik blijf het herhalen. Ik denk dat tussen on-demand en lineair zit iets heel belangrijks wat de komende jaren ontwikkeld en dat worden. Stuk wat er tussenin zit, dat is ook heel erg gedreven door sociale media natuurlijk. Ik bedoel, Giel met, weet ik veel, een paar honderdduizend volgers, die kan een playlist maken en aan iedereen uitdelen en die kunnen weer doordelen. Ja, maar het is ook heel simpel. Nu gaan we uit van omroepen, van NPO en dan hebben we nog wel wat genres. Maar als Giel Beelen zelf, als iedere Twittervolger van Giel Beelen een handtekening zet, dan is hij een omroep geworden. En ik denk dat je ook steeds vaker betrouwbare mensen of gezichten krijgt die voor jou cureren, die voor jou een zender opbouwen, tussen haakjes. En ik denk dat de zoektocht naar mensen die zelf merken zijn geworden, ik denk dat ook belangrijker wordt. Journalisten die zelf ter plekke zijn of die zelf een bepaalde, de correspondent, is een belangrijk voorbeeld. Dat is een hele tekstgedreven voorbeeld, maar ik denk dat je daar ook AV-varianten van zou krijgen. Ja, dus de correspondent is nieuwe zender. Ja, dus we moeten altijd afwachten of de correspondent een succes wordt. Maar ik denk de aanpak van dat je uiteindelijk ook naast Nederland 2 en naast de VPRO ook betrouwbare gezichten gaat volgen, ik denk dat dat een juiste conclusie is. Ja. Zijn er technische ontwikkelingen waarvan je denkt dat gaat nog heel veel verschil maken? Of is het nou vooral overal video op welk platform dan ook? Dat is eigenlijk de grootste verandering.
Nou, het is heel verleidelijk om augmented reality te roepen. Met Google Glass in aantocht. Ja, de werkelijkheid is wel vaak dat het nog een paar jaar duurt voordat het echt gemeengoed gaat worden. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is om je alvast af te vragen wat gaat dat de komende jaren betekenen. In termen van metadata, de manier waarop je materiaal beschrijft. Of je GPS-locaties er alvast moet hangen. Dat doen we nu bijvoorbeeld bij Nederland van Boven, hangen we aan elk videobeeld hangen we GPS-locatie. Ja, dat zou natuurlijk als Google Glass succes wordt op den duur, heb je natuurlijk iets heel moois liggen. Nou, je moet nu al een beetje nadenken hoe je voorsorteert op bijvoorbeeld de augmented reality. Maar ik denk dat het nog wel 3-4 jaar duurt voordat het enigszins het grote. Je hebt een boek geschreven, Mediastorm, dat is van vorig jaar? Vorig jaar, ja. Over 3 jaar moet er een nieuw boek... Ik denk dat die over 2 jaar al verouderd is. Het zo snel gaan ontwikkelen. Ja. Oké, we zijn heel benieuwd wat de VPRO gaat doen het komende jaar. Dus woord.nl en het nieuwe Nederlands van Boven. En de playlist player. De playlist player. Ja, oké, dankjewel.